Werkzaamheden en inspanningen daarin. Mijn taak vanochtend is eigenlijk alleen om belangrijke mensen aan te kondigen en een podium te geven. En de eerste in een lange rij van belangrijke mensen is dan Kelvin Derksen, voorzitter van Dorpsraad Heteren en daarmee ook een beetje de officieuze burgemeester van het dorp. Aan jou. Dank u wel. Welkom allemaal op dag 2 van onze openingsfestival. We zijn nog aan het nagenieten van gisteren. Het was super weer, super veel mensen. Maar ook vandaag gaan we een bijzondere dag ervan maken. Zoals Wessel al zei, te beginnen met officieel in gebruik nemen van de drie cultuurevenementen straks. En ook als er even geen evenement is op het plein, nu wel, dat zal niet iedere dag zo zijn, dan zorgen deze carillon, maar dat is niet te missen. En dan volgt daar ook daarvan het openingsprogramma. Let wel, we zijn hier bij elkaar als genodigden, maar buiten, u ziet al, ik weet niet of u weet of het, hoe druk het hier normaal is, maar het is nu drukker dan gemiddeld. Ook de mensen uit het dorp zijn natuurlijk van harte uitgenodigd. Dus ja. Komen zijn. Jullie zagen misschien ons net al met een groepje genodigden daar uit de huiskamer komen. Toen heb ik iets gezegd over dat Heteren het middelpunt van Gelderland is. Dat wij als dorp dat natuurlijk vinden. Maar nou zou ik het wel fijn vinden als jullie dat even willen bevestigen. Want ik zei dat wel, maar die mensen keken ook een beetje van ja goed, zal wel, jij komt het Heteren. Maar er zijn best wat mensen van buiten Heteren bij. Dus zouden jullie misschien even die vraag willen beantwoorden? Is Heteren het middelpunt van Gelderland, ja of nee? Yeah. Yeah. Mooi, dan weten we dat ook weer. En ook legendarische en historische nieuwe cultuurelementen. Nou, wat zijn die elementen dan? We staan hier bij een ingepakt beeld. Ja, en stiekem weten de Hetenaren natuurlijk wel wat dat is. Daar schuilt het hoofd van Roosje onder. Vorige week is zij nog aan de grond ontsproten. Als onderdeel van de groei- en bloeikunstroute. Maar daar gaan we nog van alles over horen. Dat is nummer 1. Nummer 2 is de fontein. En ja, er waren al wat mensen die keken met argusogen naar de natte plasjes. Maar ik zal dat echt wel even aankondigen wanneer die aan de beurt is. En nummer 3 is dan het carillon die daar staat te pronken. Dat gaan we niet allemaal echt onthullen. Roosje wel. Carillon is er iets te groot voor. Fontein, dat gaat ook een beetje lastig. Maar wel echt inwijden en voor de eerste keer in gebruik nemen. Mijn rol is nog steeds eigenlijk alleen maar belangrijke mensen aankondigen, net als net binnen. En daarin kan ook hier maar eentje de eerste zijn. En dat is Kelvin Derksen, voorzitter van Dorpsraad Heteren. Kelvin, aan jou het woord. Te beginnen met dus het officieel in gebruik nemen van drie cultuurelementen. De bedoeling is dat ook als er even geen evenement is, zoals dit weekend, hebben we natuurlijk wel het evenement, maar als er geen evenement is, dan zorgen deze elementen ook voor levendigheid in het dorp en gezelligheid. En de realisatie van het Dorpshart voor Heteren heeft tientallen jaren geduurd. Maar de laatste 5 zeer intensieve jaren is het dan toch gelukt. En dat geeft een belangrijke impuls aan de voorzieningen in het dorp, maar ook de verenigingen en de sociale verbinding. Het is gelukt door en voor inwoners en veel vrijwilligers hebben daarbij geholpen. En de meesten zijn hier ook vandaag aanwezig. Maar het is ook in co-creatie gebeurd met onder andere heel veel omwonenden en maatschappelijke organisaties. Goedemorgen allemaal. Jee, wat machtig om hier vandaag te zijn. Samen met Fons naast mij. Verbinden door verbeelding. Ja, dat is onze missie in onze kunstprojecten. En Heteren is daar eigenlijk een fantastisch voorbeeld voor. Toch, Fons? Ja. En als ik zo om me heen kijk, is dat zeker geluk, dat verbinden. Want er staan zoveel mensen op dit prachtige dorpsplein. En dat raakt mij, maar ook Fons, echt diep, diep in ons hart. Als middel om te verbinden. En we vinden onze kracht nog steeds in die verbinding en co-creatie in dit prachtige project. En Roosje van Heteren bleek de brug tot contact met Heteren. En zij werd het boegbeeld van de kunstroute. Even heel graag Jan Kuipers van Kuipersbouw naar voren vragen.
want die heeft geholpen met het groeien en bloeien van dit prachtige project. Een roos voor jou en een grote buiging, want dankzij jou staat dat prachtige pit bij de Winterdijk te stralen. Stefan en Harm van Logran, die hebben ons bijgestaan met de kers, oftewel Roosje van Heteren en de Rode Toren. Ook voor jullie, ik weet niet, ik heb je niet gezien nog in de menigte, hebben we ook twee rozen. Gaan we brengen. Dan komen ze naar je toe. Ook Michael van Delsink Autoschade heeft ons bijgestaan in de prachtige kleur van de Rode Toren. En ook nog eens een keer het transformeren van de kers in de juiste kleur. Ronnie van Groenewold, die heb ik wel gezien. Die heeft van 2009 tot nu 2024 ons trouwen bijgestaan. En helpen broer ook het bloeien en groeien. Dat zijn de grote verbinders, maar ook Marines en Gerda van de Dorpsraad. Grote verbinders helpen ook groeien en bloeien van deze prachtige kunstroute. Ja. En dan, zonder de Roosjesgroep van Heteren hadden we niet zo'n prachtig community art project gehad. En dat gaat maar nog steeds door. Roosje stopt niet hier bij deze kunstroute. Goedemorgen. Wie ben jij dan? Hallo allemaal, ik ben Roosje van Heteren. Wat leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik ben 8 jaar oud en ik ben dol op alles wat groeit en bloeit in ons dorp en uitwaarden. Ik ben graag buiten. Nou, dat komt goed uit dan, hè? Nou zijn we allemaal buiten, maar wat leuk. En waar kom je eigenlijk vandaan? Ik woon hier samen met mijn vader op een woonboot. Naast onze woonboot staat een grote boomhut. Naast onze woonboot staat een grote boomhut. Waarvan je ver uit kan kijken. Ik ga elke dag op pad om de natuur te bewonderen. En ik kom nooit met lege handen thuis. Nou, wat mooi zeg. Nou, je hebt nou ook geen lege handen, zie ik. Maar wat is het? Zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk. We zijn vaak vrolijk, heel vaak. Kom op mensen, een beetje aan. Maar zo behoorlijk vrolijk waren wij tot nu nooit. Kan er misschien, dat gaan we even opnieuw, want dit slaat nergens op. Dit gaat veel te zacht. We zijn blij met Roosje, we zijn hartstikke enthousiast. Mag ik iemand vragen die meegewerkt heeft aan het lied om even naar voren te komen, dat even voor te zingen? Ik denk dat het dan een stuk beter gaat. Poosje, Heter heeft een roosje, vanuit de uiterwaarden stapt zij het dorp in. Ze zorgt hier voor de dieren, al van een feestje vieren, ziet wat er moet gebeuren, er is ze ook voor ons. Wij zijn vandaag zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk, wij zijn behoorlijk vrolijk, zo vrolijk was ik nooit. We zijn wel vaker vrolijk, heel vrolijk, heel vrolijk. Maar zo behoorlijk vrolijk, maar ik dat nooit. Er is hier heel veel gebeurd en ik vergeet nog nooit het moment dat ik eind 2018, begin 2019 werd gevraagd van Reinoud. We willen dat hart van de Heteren meer kracht geven. Zou je erover mee willen denken? En mijn eerste vraag was eigenlijk ook wel een beetje, en ik ben heel dankbaar dat de gemeente dat mogelijk heeft gemaakt. Kunnen we dat in co-creatie doen? En toen ben ik in gesprek gegaan met medewerkers van de gemeente, met bewoners van Heteren, ondernemers en andere betrokkenen, om te kijken, nou, wat is nou belangrijk in dit dorp? Wat maakt het nou tot een hart hier? Binnen bij 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Dat is hem dan mensen, levend water in het midden van Heteren. Schitterend mooi.
De mensen die er omheen wonen, die hebben het stiekem al wel eens een paar keer getest zien te worden geworden. Maar vanaf dit moment is de fontein officieel van ons en zullen jullie hem ook vaker zien stromen. Dus nogmaals een groot applaus voor het water in het midden van Heteren. Heterense ondernemers en die zijn alleen maar gewend om kwaliteit te leveren. En toch heet dit de dansende driepoot. Hoe dat zit, kan niemand beter uitleggen dan de geestelijk vader daarvan, kunstenaar Fons Snelder. Fons, aan jou het woord. Nou, ik wil even ontkrachten dat hij de dansende driepoot heet, want zo heet hij niet. Het heet H2O, dansende driepoot is bedacht door Ronnie. Dus bedankt Ronnie, dat je het ook breed uitgeventileerd hebt. Maar hij heet H2O en het is natuurlijk een verwijzing naar de rivier, maar ook naar de dijk, die voor Heteren heel belangrijk is. Uitgangspunt was natuurlijk dat Heteren een carillon wilde hebben. Een carillon gaat natuurlijk over geluid. En zowel geluid als water gaat over beweging en over golven. Dat is allemaal terug te zien. Dankjewel Fons. Ik noem het maar gewoon kunstwerk dan. Ik dacht werkelijk dat het de dansende driepoot heette. Maar je ziet maar, het is allemaal zo veelzijdig. Er zijn meerdere namen en titels voor mogelijk. De bijvragen Adrie Bal, Wim Gaasbeek en Jan Kuipers. En Marinus wil jullie ook gelijk even in de bloemen zetten. Dus Fons, als jij ook nog even erbij komt, dan zorgt Marinus dat jullie allemaal een mooi bloemetje krijgen om onze dank uit te spreken voor alles wat jullie gedaan hebben voor dit prachtige kunstwerk. En laten we zo nog even een applausje geven. Hè? Kom op, jongens. Wat er gaat gebeuren als je carillon in werking stelt, nou, dat verklappen we natuurlijk niet. Maar het zou maar zo kunnen dat u zo dadelijk een paar liedjes hoort spelen. En om even de herkenbaarheid te vergroten, dat zijn drie liedjes. Het eerste liedje is Happy. Nou, dat is ontzettend toepasselijk. Het tweede is De Lente, het klassieke muziekstuk uit de vierjarige tijden van Vivaldi. Even toepasselijk. En dan nog een derde liedje om eigenlijk de geboorte van ons dorp mee te vieren. De geboorte van ons dorpshart. Want ja, het hart van Heteren is eigenlijk vandaag officieel 0 jaar oud. Dus de 0e verjaardag. Het was niet nodig, maar laten we toch om de spanning even iets op te voeren. Ik ben zelf ook benieuwd hoe dat gaat met zo'n kanon. Even aftellen van 10 naar 0. En doen jullie bij 0 wat jullie moeten doen. En daarna mag het carillon dan ook direct gaan spelen. Dus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kijk, ik noemde volgens mij. Kijk, ik zie er ook. Nou, stilte. Oh. Hey. Het middelpunt van. Je mag zelf kiezen of je die vraag beantwoordt. Dankjewel, Wessel. En laat ik beginnen met het laatste nummer wat hier gespeeld werd. Heteren, van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie hart van Heteren. Daar mag echt even een daverend applaus voor gemaakt worden. En nee, Wessel, Els heeft niet een dergelijk carillon.
Maar laat dit dan het mooie carillon zijn van...